Vrijdag, 11 juli 1823. Om 4 uur sprongen wij het bed uit. Na een uur wandelen over een zandweg, door velden en buurten, kwamen wij aan een dijk. Genemuiden is een heel lief plaatsje dat vooral bestaat van het maken van matwerk. Dit werk verschaft brood aan de behoeftige klasse van inwoners aan de zeekant van de provincie. Sommige arbeiders verdienen tot 12 stuivers per dag. Over een hoge dijk die aan onze linkerkant met appelbomen beplant was en aan de zeekant grensde aan uitgestrekte weilanden, kwamen wij na 2,5 uur lopen aan het dorp. En zo kregen wij Kampen in zicht. De stad ziet er prachtig uit als men er van deze zijde naartoe gaat, want zij is in de lengte aan de overzijde van de IJssel gebouwd. We schrijven 1823. Twee Leidse studenten, Dirk van Hogendorp en Jacob van Lennep, besluiten een voettocht door het eigen land te maken. Dat onbekende oude en tegelijk nieuwe Nederland. We namen intrek in het logement aan het einde van de brug, vlak tegenover de stad. Vanuit de voorkamers die we betrokken, hadden we een schilderachtig schouwspel voor ons dat verlevendigd werd door de voorbijvarende schepen en schuiten. Exact op deze plek zaten ze. In dit logement, wat Van Lennep ook heel nauwkeurig beschrijft, aan de overkant van de rivier. En hij kijkt uit op het gewemel en de stad. En ze eten frambozen en kersen en aardbeien. En het verslag van Van Lennep bevat anekdotes over de Kampenaren, wat de Belgen zeg maar van Overijssel, en dat was 200 jaar geleden ook al zo. Dus hij begint bijvoorbeeld met het verhaal over de toren waar de bouwmeester vergeten was. Midden in de stad staat een hoge toren die als vuurbaken gebouwd is. De bouwmeester vergat per ongeluk er een trap in te maken, zodat men er die later knullig bij moest voegen. Van Lennep schrijft het allemaal op alsof het gewoon feitelijke waarheden zijn. Want hij was natuurlijk geen journalist, hij checkte dat niet na. Hij was de man van het sterke verhaal dat hij maar thuis ook zonder wilde ironie. Vertellen. Zonder enige ironie. Dat is ook zo grappig. Ja. Dan heeft hij een verhaal over een bas-relief in het stadhuis, wat in de vorige eeuw beschilderd was. Maar, schrijft Van Lennep, in deze tijd hebben ze het overgeschilderd, waardoor alle details zijn verdwenen. Een oude stadsbode toonde ons de oude rechtszaal. Die is van heel fraai bewerkt hout en er zijn overal zitplaatsen in de rondte met aardig snijwerk, zoals bij de zitplaatsen van kanunniken in de Roomse kerken. Op de pyramidaal gebouwde schoorsteen pronkten prachtige beelden en twee bas-reliefs. Dit beeldhouwwerk werd in de vorige eeuw met allerlei kleuren beschilderd. Toen kwam men erachter dat niemand zo kon zien dat het steen was. Dus schilderde men het nog een keer met wit over, om het een steenkleur te geven. Door al dit geklad is er van het gebeitelde veel van het oorspronkelijke fijne en luchtige verloren gegaan. Verder heeft hij het sterke verhaal waarom er eigenlijk zoveel poorten waren in Kampen. En hij zegt, die stadsbestuurders hoorden, die waren toch hele goede rekenmeesters geweest. Want eerst waren er maar 2 poorten en die leverden heel veel tol op. En toen dachten ze, als we er nog 8 bij bouwen, krijgen we nog meer tol. Nou, dit soort 19e eeuwse grappen, daar zit het vol mee. Zij begrepen dus dat 10 poorten 5 maal zoveel zouden opbrengen als 2. En lieten er nog 8 bij bouwen. Zaterdag, 12 juli. Omdat het weer ongunstig was, vertrokken wij 's morgens met de schuit naar Zwolle, door uitgestrekte akkerlanden. Om 10 uur kwamen we daar aan en namen intrek in het logement Van Held,
tegenover de poort. Na lang dwalen vonden wij het postkantoor en gingen de ontvangen brieven lezen. Zondag, 13 juli. Is dit hem, Geert? Dit is hem, ja. Het moet een hele rare zondag zijn geweest. Een sprankelende zondag, die van de 13 juli 1823. Van Lennep en van Hogendorp gingen zoals gewoonlijk naar de kerk. Ze pedant als ze waren, gingen ze in de regeringsbank zitten, de deftigste plek van de hele stad. Maar daarna gebeurde er iets raars. In plaats van braaf naar de preek te luisteren, bleef het oog van Lennep haken, zo schrijft hij in zijn verslag, in de ogen van een meisje dat hij in het middenschip ziet zitten. Hij vindt het heel erg mooi. Er ontstaat, zoals wij dat tegenwoordig noemen, oogcontact. Want ook in 1823 werd er al geflirt. Hij meent haar vaag ergens van te herkennen. En hij heeft ook een gevoel dat zij hem herkent. Maar hij weet het verder niet. En enigszins in verwarring verlaat hij deze kerk. Vandaar gingen wij naar de Stadssociëteit, die groot en ruim is, en dronken er koffie. Om 2 uur aten wij en volgde opnieuw onze vriendelijke begeleider. Hij liet ons een wandeling maken die niet minder mooi was dan die van de vorige dag. Het zwarte water vooral levert prachtige vergezichten op door de fraaie buitenplaatsen aan de oever. De kleur van die rivier is zwart, maar als men het water in een glas doet, is het wit en helder. Toen we terugkwamen bij de herberg, zagen wij dat het buitenplein opnieuw stampvol was met toehoorders die aandachtig luisterden naar de voortreffelijke muziek van het garnizoen. En na de kerk ziet hij, tot zijn grote verrassing, haar opnieuw. Hier op de grote markt, waar de veldmuziek van de dragonder speelt. En na wat vijven en zessen wordt hij aan haar voorgesteld. En dan blijkt zij hem al lang te kennen, uit Amsterdam. En ze heeft hem blijkbaar toch altijd al heel leuk gevonden. En nu valt opeens ook zijn oog op haar. Dus ontstaat een prachtige conversatie. Gearmd, zij mag mee eten bij de gastheer waarvan hij logeert. Gearmd wandelen ze daarheen. Ze zitten aan tafel en alles wordt flonkerend en mooi die middag. Er was alleen één probleem. Hij kwam er ook heel snel achter. Hij wist weer wie ze was. Zij was gouvernante, dus zeg maar privé-lerares bij een familie die hij goed kende. En zo had hij haar ooit meegemaakt. Maar daarom had hij haar ook vergeten. Daarom had hij haar gelijk weer vergeten. Want gouvernantes waren een andere stand. Die telden op een bepaalde manier niet mee. Tenzij ze beeldschoon zijn, schrijft Van Lennep letterlijk, zoals deze vrouw. Maar anders, ze telden niet mee. Het was een ingewikkelde stand eigenlijk, gouvernantes. Want ze hoorden aan de ene kant wel bij de elite. Ze leidden zelfs de kinderen op. Ze wisten alle vormen en manieren. Maar op een andere manier hoorden ze er ook weer net niet bij. Van Hogendorp zat tussen de nichtjes. De ene was spraakzaam en lief. Zij bracht het hoofd van mijn koele reisgenoot op hol. Hij sprak met haar en de volgende dag over haar. En dat zegt veel. Al dus Van Lennep, maar dan zie je het grappige. Wat Van Hogendorp zelf schrijft in zijn verslag is niks anders dan één zin. Wij hoorden in Zwol een oud-orthodox predikant. Dat is alles. Maandag 14 juli. Wij voeren de IJssel over in een boot en kwamen om 9 uur in Hattem. Het verval van die stad is heel erg. Het ziet er behoorlijk pittoresk uit in plaats van vervallen, hè? Ja, zoals zij schrijven, ellendige stad, slecht geplaveide straten. Dat is heel gek, daar kom je zo langzamerhand achter als je deze tocht maakt. Ik noem het maar de wet van Hattem. Hoe slechter Van Lennep een stad of een plaats beschrijft, hoe vervallen het er in rond 1823 uitzag, hoe pittoresker is het nu.
Daar kun je vergif op innemen. En het omgekeerde komt ook voor. Als zij schrijven over welvarende steden die er mooi uitzien. Hogeveen, Veendam, Wolvenga. Heerenveen, enzovoort, enzovoort. Bijna allemaal zijn dat totaal vernielde binnensteden. En ik denk dat er ook wel een verklaring voor is. Dat namelijk het verval van steden als Hattem, Enkhuizen, noem ze maar op. Dat heel vaak dat verval heeft voortgeduurd zelfs tot het begin van deze eeuw. En heel vaak zijn dit soort stadjes pas echt mooi opgeknapt vanaf de jaren 50, 60. Dus vanaf 1950, 1960. Dus dat pittoreske is eigenlijk vrij recent. Nadat we deze ellendige stad doorgewandeld hadden, dronken we koffie. Dinsdag, 15 juli. Wij zagen de plaats waar men de nieuwe weg naar Meppel aanleggen wil. 3 uur van Zwolle kwamen we bij de buitenplaats van de heer Van Dedum, aanlegger van het beroemde kanaal dat zijn naam draagt. Bij gunstige wind kunnen de schepen van de Ommervenen in 1 dag in Amsterdam zijn, terwijl ze 8 dagen erover doen als ze uit de pekelkolonies komen. Desondanks praat bijna iedereen afkeurend over de vaart van de heer Van Dedum, meestal uit onwetendheid of uit jaloezie. Waar voor 2 jaar alleen nog barre heide was, staan nu reeds volop koren en bosjes en er zijn bloemperken en boomgaarden aangelegd. En het heerlijke huis staat op de pronk. Hier moet het dus ongeveer gestaan hebben, want het was vlak bij die brug. Het moet hier geweest zijn. Rollenkaten. Rollenkaten. Wij vonden het jammer dat we hem niet op zijn buitenplaats aantroffen. Ja, dat is een bijzonder man. Ja, hier is nog een keer. Hier zo. Want hij had ons zeker veel kunnen vertellen en ons op het eten uitgenodigd. Staat er ook een plaatje van de bron in? Ja. Van zijn buitenplaats wandelden we 2 uur langs de vaart en kwamen zo aan de herberg van Kruisinga, die dicht bij de Ommerschans ligt. Eerst liepen we 10 minuten de mooie roggevelden en kwamen zo dichter bij het gesticht, dat er vrij plezierig uitziet, omdat het met bomen hier en daar overschaduwd wordt en opgebouwd is op een oude schans, die nog omringd is door grachten. Ja, de jongens kwamen hier vol verwachting aanlopen. Naar deze strafkolonie. Het was een brandnieuwe inrichting. Bestond 3 jaar, zoiets als de TBS-kliniek Veldzicht nu. En ze dachten, hier vinden experimenten plaats. Dit is het hier nieuwe. Hier wordt de nieuwe mens geschapen. Ja, misschien. Het is net zoiets als Frederiksoord, waar ze eigenlijk toch wel goede ideeën over hadden. Dit is het nu. Een eiland, de slotgracht en een onbegaanbare woeste bossage daar binnenin. Ja, het was goed bedoeld hoor. Ze hadden eerst Frederiksoord, een kolonie. Dat was konden armen vrijwillig. Konden die een nieuw bestaan opbouwen in Drenthe als een soort pioniers. Zoals je dat in Amerika ook hebt, pioniers. En toen hebben ze besloten om ook maar een gedwongen inrichting te stichten. En dat was Ommerschans. Dus daar werden paupers gedwongen, gedeporteerd echt uit Amsterdam, Rotterdam, Leiden, overal vandaan. En hierheen gestuurd. Maar je moet je wel beseffen dat het pauperprobleem natuurlijk ook een heel groot probleem was. In sommige steden was de 1/3 van de bevolking leefde in die tijd van de bedeling. Dus men zat met een geweldig sociaal vraagstuk. En dat werd met ruwe hand opgelost. En de ellende die je hier aantreft is maar een fractie geweest van totale ellende. Het ging om enorme aantallen mensen. Aan de hoofdpoort zaten enige soldaten van de bewaking. Die bestaat uit een luitenant met 25 man. Aan de deur werd ons 5 stuiver entree gevraagd. Ze zijn diep geschokt ja, over wat ze hier aantreffen. Op deze plek ongeveer moet het geweest zijn. Het hele systeem was namelijk doortrokken van 1 bikkelhard principe. Wie niet werkt, zal niet eten. En Van Lennep doet daar vrij uitvoerig verslagen over, heel nauwkeurig. Dus dat betekende dat degenen die sterk waren, die konden best wat bijverdienen voor extra eten. Want als je hard werkte op het land, dan kon je meer verdienen. En je kon zelfs een spaarpotje opbouwen. En als je 1 keer 25 gulden bij elkaar gespaard had, dan mocht je in principe weer weg. Hij krijgt echter zelf geen inzage in zijn verdiensten en kan dus nergens op rekenen. Maar wat gebeurt er?
Van Lennep komt bijvoorbeeld een vrouw tegen die aan het breien is en probeert met breien eruit te komen. Maar ze mag nooit meer dan 1,50 per week verdienen. Dus ze kan helemaal niks sparen en ze zal haar hele leven lang moeten blijven breien. Omdat alles wat binnen het gebouw gemaakt wordt, binnen het gebouw verbruikt moet kunnen worden. Dus zit zij voor haar leven in de ondergrens, omdat zij nooit extra verdienen kan. Het ging zelfs zo ver dat ook de kinderen moesten werken. Er was ontzettend veel kinderarbeid. En de kinderen tussen 8 en 12 moesten bijvoorbeeld al voor de helft in hun eigen levensonderhoud voorzien. En die tussen de 12 en de 16 voor 3/4. Dat lukte absoluut niet. Dus het gevolg was dat Van Lennep voortdurend stuit op kinderen die kermen van de honger letterlijk. Die voor een hele week 2 kinderen een stuk brood krijgen ter grootte van 2 kadetjes. Daar moeten ze van leven. In een bovenslaapzaal waar enige kolonisten zaten, vroegen wij of het hier de ziekenkamer was. Zo ellendig zagen al de bewoners eruit. Hij komt ook een echtpaar tegen dat ook in die vicieuze spiraal naar beneden is beland. Waar de man eerst nog wel een redelijke functie had. Maar door de gebrek aan brandstof was het zo koud dat 's winters zijn tenen waren kapotgevroren. En die hadden ze met nijptangen eraf geknepen. En nu kon de man nauwelijks meer lopen. Dus hij kreeg zijn rantsoen eigenlijk niet meer bij elkaar. Nu sprak Van Hogendorp een jongetje van 7 jaar aan. Hoe kom jij hier, jongetje? Het kind zucht, antwoordt niet en knipt een traantje weg. Het verhaal van kinderen. Kinderen die die op straat zwierven, die voor het minste of geringste, en ze spreken allerlei kinderen ook aan, opgepakt zijn en hier beland. Ouders kwijt, iedereen kwijt en lopen te kreunen van de honger. Stilzwijgend keken wij elkaar bij het naar buiten gaan aan en knipten een traan uit de ogen. Mijn gemoed zat vol. Na een tijdje doorgelopen te hebben, zei ik: zullen we nu nog naar de kapitein gaan? Zeker, zei Van Hogendorp. Dit is het kerkhof van Ommerschans. Het is heel gek. Dit is geloof ik de enige plek dat ik echt de keel dichtknijp. Hier liggen dus in totaal een paar gewone mensen met echte stenen en namen. En voor de rest liggen hier paupers. Duizenden paupers. Om precies te zijn 5448 paupers. Naamloos in een graf gesmeten met een nummer. In een jutezak, niet eens een kist. En zo liggen ze hier. Waarschijnlijk zijn de meesten al lang in grote knekelkuilen vermalen. Maar 5400... Je moet je realiseren dat dat een hoger sterftepercentage is dan de gemiddelde Japanse concentratiekampen in het voormalige Nederlands-Indië. Het waren echt, was dit een hongerkamp, een concentratiekamp, een schande. De kapitein bood ons pijpen aan en zijn vrouw schonk ons thee. Wij spraken over al de ongelukkigen die buiten hun schuld in de Ommerschans zaten. Hij verzocht Van Hogendorp om zijn invloed, als hij die had, te gebruiken ter verbetering van het gesticht en ter verlichting van de last die op zijn schouders drukte. Dit alles zei de goede man met tranen in de ogen. Heel ontroerd namen wij afscheid van hem, na 3,5 uur in en om het gebouw doorgebracht te hebben. Deze uren horen zeker bij de verdrietigste die ik ooit heb doorgemaakt. Woensdag, 16 juli. Toen we om 4:30 opgestaan waren, was de linkervoet van Van Hogendorp, waarover hij in Zwolle en al eerder geklaagd had, zo gezwollen dat hij zijn schoen niet kon aantrekken. Er was geen denken aan te voet te gaan. Al snel kwamen wij op de allerslechtste wegen door onafzienbare heidevelden, reden bijna 5 uur over bergen en dalen en stopten slechts 1 keer bij een armzalig gehucht waar de mensen onverstaanbare taal spraken. Geert, volgens mij wisten ze helemaal niet dat ze Duitsland doorgingen. Nee. Ze merkten het alleen aan het feit dat ze in een gehucht kwamen waar ze de taal opeens van de mensen niet meer verstonden. Je kunt afleiden dat ze even in Duitsland waren, want zo liep hun route. Maar grenzen waren daar in die tijd, ja, bestonden nauwelijks. Toen we in de buurt van Oud-Marsum kwamen, werd de landstreek opeens mooi. Voor ons stak de torenspits van dat stadje omhoog uit goudgeel graan dat met donkere bossen omringd was. In de verte rustte het oog op de Gouden Bergen, terwijl het slot van Bentheim op één daarvan pronkte. Donderdag, 7 juli. Trots en opvallend
rust het oude en statige slot op de hoogste top. Links afslaand wandelde ik nu verder door een allee van hoge eiken en kwam om 2:30 bij het badhuis aan, maar hoorde dat er geen plaats was. Nu zei ik aan de kastelein dat de jonge graaf van Hogendorp, die akelig gewond was aan zijn voet, mij volgde en om logies vroeg. Dit hielp. Wat moet nou zo aantrekkelijk geweest zijn voor de jongens om hier te komen eigenlijk? Nou, je kunt natuurlijk zeggen dat het was vanwege de voet van Hogendorp. En misschien heeft Van Lennep hem met dat smoesje hier wel heen gelokt. Maar dat was natuurlijk onzin. Die baden waren net zo goed plekken van gezelligheid, van drinken, van elkaar zien, uit de band springen. Het was het netwerken ook wat natuurlijk meespeelde. Maar iedereen was op een andere plek. Het was een soort vakantietje. Naast mij zat een vrouw van ruim 50 jaar die doof was. Op haar gezicht waren nog sporen van schoonheid. Haar echtgenoot die naast haar zat was een vrolijke, gepoeierde jichtleider. Na hen volgde de heer Itzinga, een Fries die in de oost door vergif verlamd is en op krukken loopt. Na hem mevrouw Idema, met 50 pleisters op haar afzichtelijke smoel geplakt. Haar mooie dochter. Vervolgens burgemeester Postuma uit Harlingen. Zwager van Bodenhuis en een sul. Het eten was redelijk. De wijn was uitmuntend. Langzamerhand raakte ik bekend met al de badgasten die zich dodelijk verveelden. En Van Hogendorp, schrijft hij, zat erbij zwijgend als een beeld. Vrijdag, 18 juli. Wij ontbeten, gingen niet wandelen vanwege de regen. Ik speelde biljart, won een potje, bracht vrolijkheid onder de mensen, noemde iedereen als een oude kennis bij de naam en zegevierde over de verveling. Van Hogendorp schreef brieven of zat erbij. De vrolijke Gaudiaan liep voortdurend uit: hoe hebben jullie elkaar toch gevonden? En hoe ging het inmiddels met de jongens onderling? Nou, het is niet best hoor, niet best. Van Hogendorp kon hier helemaal niet tegen. Dat was een jongen, een graaf. Maar je merkt in dit soort situaties dat die stand was eigenlijk alles wat hij had. Maar zodra de standsverschillen even wegvielen, dan trok hij zich terug. Dan bleef alleen zijn karakter over. En dat was stug, in zichzelf gekeerd, vermoedelijk een beetje verlegen zelf. En Van Lennep schrijft erover, die zegt... Zondag, 20 juli. Van Hogendorp was knorrig over de wansmaak van de mensen. En de apotheker vertelde ons voor de 300ste keer dat er in Almelo zo'n mooie sociëteit was. In de namiddag liep ik af en toe in de komedie binnen en won tussendoor bij de roulette. Hierna volgde om 7:00 het bal. De kapitein en ik waren vol gekheid. Omdat Van Hogendorp nog niet snel genoeg was en ik mezelf als een verlamde badgast voordeed, dansten wij niet mee, hoewel mijn vriend razend was omdat hij aan deze ellendige walsers niet kon laten zien hoe men in Den Haag danst. Ondertussen was het overal stampvol met mensen. Arnold verloor zijn geld, waar zijn vrouw droevig over werd. Ook ik verloor, behalve mijn eerdere winst, een goede 100 gulden, zonder een spier te vertrekken. Dit is het laatst bestaande hoekje van het oude koerhuis. Moet je voorstellen, hier zo werd gedanst op het gazon. Binnen werd gerookt, gedronken en natuurlijk als een gek gegokt hier in deze kamer. Waarbij Jacob van Lennep 100 guldens verspeeld. 100 gulden, man. Het was een bedrag waarmee die 4 van die arme, breiende vrouwen uit Ommerschans had kunnen verlossen. Die vrouwen waar hij zo larmoyant over schrijft op dinsdag. En op zondagavond jenst hij dat geld erdoor. Ik weet niet waarom hij het deed. Waarschijnlijk omdat hij dronken was. Misschien is het ook geweest om Van Hogendorp te pesten. Maar nogmaals, hij schrijft erover aan zijn vader alsof het een heldenfeit is. Dus wat dat betreft was het echt ook een hele vervelende, hypocriete Leidse korpsbal.